Ja, we draaien. Goed. Pietje zoekt even het plaatje uit. Maar hij vertelt net een verhaaltje. Ja, doe maar. Hij vertelt net een verhaaltje van hoe hij dus ergens stond. En bij een stroopwafelkraam. En een meisje, dat was dan... dat had dan een pinda-allergie, geloof ik. En dat andere meisje antwoordt een beetje steunend van... Oh, ik vind pinda's ook niet lekker, toch? Zoiets? Nee, het was extremer. Okay. Mag ik het vertellen? En ja, zeg maar. Nou, dat was een moeder met een vader en een meisje. En dat meisje was van plan om bij de stroopwafelkraam te komen werken. En de vraag van de moeder was of zij pinda's gebruikten... Want het dochtertje had een pinda-allergie. Nou, het meisje die de stroopwafels bakte, verzekerde het meisje dat er geen pinda's in het spel waren. En dat zij zelf ook een hekel aan pinda's had. En toen zei ik, maar die pinda's kunnen daar toch helemaal niets aan doen. En toen zag ik eigenlijk het gelaatstrek al een beetje naar beneden gaan. En toen zei ik als klap op de vuurpijl, welke de waarheid was, dat ik had net een potje pindakaas gehaald. Ik heb pindakaas in mijn rugzak. Nou, toen zag ik echt helemaal, waf. Dus ja, mensen hebben weinig gevoel voor humor, Hendrik. Ja, dus Hendrik dus ineens... is nog een overtreffende trap op. Nee, ja, nee, dat was nog een suggestie voor uitbreiding. Suggestie, ja. Ja, maar dit is toch geweldig om dit te zien dan. Het was een hele groep zelfs die gewoon helemaal van hoe ik kwaad was. Want het was eigenlijk alsof ze... Zo'n sociale situatie, dat konden ze zich niet voorstellen. Dus toen die zich voordeed, wisten ze niet hoe ze daarop moesten reageren. En dachten ze maar van, als ik nou maar gewoon boos ben, ja, dan zit ik goed. Dan is er niks aan de hand. En toen was mijn idee voor een uitbreiding, was dat je dan uit je rugzak die pot pindakaas... haalt en dan het dekseltje eraf schroeft en dan dreigt van dit is een overval, ik wil gratis zo'n grote stroopwafel, want anders ga ik met pindakaas kwakken. Ja. En dus dat dan, zeg maar, want ze waren al vrij gespannen, zeg maar, vanwege, dus ja, wat moeten we hier nou mee, ja, dus we worden maar even heel erg boos, zit wel altijd goed. Want het is een heleboel wat niet ja, mag, dus dit vast ook nog. Ja, ik heb niet eens kunnen zeggen dat het ook heel oneerlijk is naar de pinda toe. Want die wordt vertegenwoordigd door de Bond van de Pinda's, hè? Ons allemaal wel bekend. Exact. Die neemt het op voor de rechten van de pinda. Ja, en... En als het niet bestaat, is het misschien iets aan ons om dat op te richten. Want waar zijn de pinda's, ja, in dit verhaal? Het is geen behoor of wederhoor. Ja. Pinda's krijgen overal de schuld van. Hendrik. Ja, dat is, maar ik ga een plaatje opzetten. Nou ja, dan gaat die Piet weer los natuurlijk. Maar het was meer dan dat in het verlengde daarvan kreeg je dus een enorm spiegel voorhouden. Over dat ze heel snel in de angst schieten, in feite. Onze medemens. Als soort van, nou, als ik dat maar doe, want er is al zoveel wat niet deugt. Dan zit ik veilig. En dat hoort heel erg bij een marxistisch gedachtenmenu. Zeg maar. Dus, en dat is, Hendrik, dat is zonde. Het wordt nu tijd om te stoppen. Nou, ik ga even de uitzending dicht gaan doen. Dag!